Ja, dat zou je voor meerdere redenen kunnen doen. Ja, een plaats als Blokzijl kent bijvoorbeeld ook een museum. Wat is een stad zonder een museum, zou je zeggen? Dat vertelt alles over de historie van deze plaats. Ik heb daar één elementje uitgepikt, wat ik heel bijzonder vond. De regio vroeger namelijk een originele, echte tram. Dit is wat ze noemen een domme kracht. En die domme kracht die werd gebruikt, daarmee kon je takelen. In dit geval een stuk tramrails van, geloof het of niet, de Blokzijler tram. Mevrouw Marie Doosje, u weet daar alles van, hè? Een tram in Blokzijl, hoe zit dat? Ja, die heeft hier inderdaad gedurende 20 jaar gereden. De periode van 1914 tot 1934. Waarom moest Blokzijl een tram hebben? Ja, Blokzijl was natuurlijk behoorlijk geïsoleerd. De grotere plaatsen in Nederland die waren met elkaar verbonden door het spoorwegnet, maar de kleinere plaatsen die hadden vaak geen mogelijkheid om naar buiten te gaan. De enige mogelijkheid was vroeger via het water, via de zee, de Zuiderzee. En ja, toen op een gegeven moment toen kwam de postkoets, de diligence, die voor veel mensen toch veel te duur was. En toen hebben een aantal mensen in de omgeving zich sterk gemaakt voor de aanleg van een tramlijn van Zwolle naar Blokzijl. Dat is nogal wat, want ja, een tramlijn kost toch ook een hoop geld? Dat kostte veel geld, ja. Dat was in de tijd begroot op zo'n 530.000 gulden. Dus dat was heel wat. En daar heeft men ook heel veel jaren voor moeten vechten om dat voor elkaar te krijgen. Wat heeft die tram betekend voor Blokzijl? Nou, toch wel een stukje toegankelijkheid en meer mogelijkheden voor de handel en dergelijke. U heeft hem hier staan, hè? Een model. Dit is een model van de tramlijn, van de stoomtram met een wagon erachter, ja. En op die manier heeft hij ook echt hier gereden, is nagemaakt door iemand? Deze is nagemaakt door iemand, ja. En zo zag hij er eigenlijk uit. U zegt hij heeft enkele decennia gereden. 20 jaar, ja. 20 jaar heeft hij gereden. Ja. Waarom is het gestopt? Nou, de crisisjaren 30 hebben er natuurlijk geen goed aan gedaan. Begin jaren 20 hadden we hier de grote staking bij de firma Loos, de houtzagerij. En dat was toch ook een van de belanghebbenden, want veel van de gezaagde planken die werden met de tramwagons afgevoerd naar elders. Dus dat was voorbij en ja, het personenvervoer en het vrachtvervoer kwam op gang. En daardoor was het niet meer rendabel. Is er in Blokzijl of in de omgeving nog iets terug te vinden van die tramlijn? Of is alles verdwenen? Nou, bijna alles. We hadden natuurlijk in ieder plaats was er een station. Dat begon in Zwolle bij de Veerallee. Maar daar moest zelfs een nieuw station worden aangelegd. Omdat het bestaande station niet geschikt was. Want de tramlijn was eigenlijk de enige smalspoorlijn die door de Nederlandse spoorwegen werd geëxploiteerd. Nou, toen werd in Hasselt een tramstation gebouwd. Daar moest hij over de smalle brug van Hasselt, dus dat was best ook wel een probleem. Toen ging hij naar Zwartsluis. Van Zwartsluis naar Vollenhoven en van Vollenhoven naar Blokzijl. En het enige stationnetje wat nog terug te vinden is, is het tramstationnetje in Vollenhoven. En hier moet u het dus doen met deze weliswaar hele mooie modelafbeelding. Het mooie model is er nog, ja. En ja, het fotomateriaal wat we hebben van de stations, hè, dat is er ook nog natuurlijk. Het verhaal over de tram in het Gildenhuis, de moeite waard om te bezoeken. Maar dat zijn natuurlijk nog veel meer plekken hier in de omgeving. En die hebben we even op een rij gezet. Over uit. In het centrum van Almelo wordt dinsdagavond het Fashion and Lifestyle event gehouden. Modezaken uit de stad presenteren de najaars- en wintercollectie. Mannequins tonen de nieuwe brillenmode, dragen de nieuwste make-up en delicate geurtjes. En tonen trends op gebied van bijvoorbeeld bedlinnen. Tussen de shows doorproeven bezoekers van diverse drankjes, chocola, gerechten en fingerfood. Het begint om 19:30. Tot en met zondag wordt het muziekfestival Het Stift gehouden in en rond Weerselo. Tijdens het openingsconcert Trapeze, morgen om 19:30 in de Stiftskerk, spelen internationale muzici klassieke composities van Schubert, Stravinsky en Prokofjev. Mooie muziek in de sfeervolle ambiance van het voormalig klooster. Kijk voor alle info op stiftfestival.com. Overuit.nl.